te laat gekomen, daardoor geen lijsttrekker. Teken van God? Ik denk een teken van God, ja. Nieuws. De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur. 15 maart is het zover. Achter mij staat fakkeldrager Sigrid Kaag, bedreiger. NSD, weg ermee! NSD, weg ermee! Lijsttrekker van Jezus Leeft voor de Provinciale Staten. Maar je kwam te laat voor de aanmelding, deze Provinciale Staten. Ja, dat is bizar. Ja, dat is ook vervelend. Dat zorgt voor andere problemen dat we misschien helemaal niet verkiesbaar zijn in Amsterdam en kiesdistrict Haarlem. Dus we balen ervan als partij en ook persoonlijk. Ja, te laat gekomen, daardoor geen lijsttrekker. Was natuurlijk wel heel bijzonder geweest, jou als lijsttrekker. Ja. Teken van God? Ik denk een teken van God, ja. Maar we zijn nog in hoger beroep, dus we proberen nog via de Raad van State alsnog mee te kunnen doen in Amsterdam en Haarlem. En misschien dat ik dan ook nog alsnog kandidaat ben. Dus het is onze lieve Heer nog niet gelukt om u te cancelen? Nou, dat is wel een hele grote belediging. Nee, ik denk dat God aan mijn kant staat. Maar ja, misschien in deze zin heeft God een ander plan met mijn toekomst en de komende weken. Ja, kijk eens aan. Maar van waar toch de ambitie om lijsttrekker te worden na lijsttrekkers die jij misschien wel bedreigd hebt. Woont hier mevrouw Kaag? Ja, hallo. Goedenacht, kun je even komen? Kaag is hier, Eline. Kom even. Hey, er zijn de kinderen. We willen even met je spreken, mevrouw. Nou ja, dat is ook een reden natuurlijk. Als ik als activist niet word erkend, niet word beschermd, dan maar als politicus verder gaan. Dan heb je tenminste een titel. En het is een zeer gewaardeerde titel in de fake-stream media, waar jullie helaas ook mee werken. Maar ik ben gewoon een normale activist, maar ik ben in de media zo afgeschilderd als een extremist en beroepsdemonstrant. Dus dan maar verder als politicus. Dus het gaat ook om een titel. Dan heb je nog echt concrete doelen waar wij met de Provinciale Staten heen zouden moeten willen? Nou ja, stop de Great Reset, hè, waar we het al vaak met jou over hebben gehad. Dus de agenda's van de elite, van ontmenselijking, massamoord, onderdrukking van onze vrijheid en ook onderdrukking van onze gezondheid. Daar willen wij aandacht voor hebben. Wat zou er met de duvelfabrieken moeten gebeuren als het aan u ligt? Daar heb ik ooit een opmerking over gemaakt. Je hebt nu ook duvel 6,66. Dus het merkteken van het beest. Het bedrijf van de duvel, dat is heel openbaar met zijn rode letters, de kleur van de duivel. Mensen, strijd tegen de duvel, vrijheid voor iedereen zonder prik. En weg met de priktatuur, weg met de dictatuur. En weg met de Europese Unie, want het is alleen maar om ons te onderdrukken. Ik zou het niet drinken persoonlijk. Ik vind het ook niet fijn om in een restaurant te zitten waarop duvel staat of een café. Dat voelt niet prettig. Wat denk je dat je gaat doen komende tijd dan? Want ja, geen lijsttrekker, je mag ook geen heftige protesten meer doen. Ja, weer de arbeidsmarkt misschien opgaan. Dus kijken wat God voor mij heeft. Ik leef van dag tot dag en ik bid elke dag om Gods leiding. Nou, ik zou je zeggen, doe een sollicitatie. Dan kunnen wij ook nog een beetje aan het werk zetten. Ja, lieve werkgevers, zoeken jullie iemand. Ik ben ervaren met de post, in de thuiszorg, fietsbezorger, scooterbezorger. Gewoon om ook mijn eigen geld te verdienen en niet afhankelijk te zijn van sponsoring. Ja, het liefst word ik boer, maar dat kan niet. Hè. Dat is een verboden beroep geworden. Komt goed. Hey, dankjewel Maxi. Dankjewel. Nou, wil jij nou geen enkele video van ons missen? Druk dan hier op de abonneerknop en volg ons ook even op Instagram en TikTok. Dat kan via de link in de beschrijving.